een lekker beetje is het weer. Ik ga even naar de kapper toe, want dat heb ik wel nodig, een nieuwe haarstel. Kijk eens. Even binnenkijken. Nope. Nee. Nee. Dit wordt hem. Hey meneer! Stap maar in. Kijk eens aan, dankjewel. Let's go. Oh, wat is dat? Alleen je moet wel oppassen dat ik niet afgeleid. Remmen, bro. Moet je kijken, een vliegende paasacht. Meneer, gooi even een revie. Oh, zijn vrouw. Oh, no. Oeps. Henging. Het is morgen Pasen, doe rustig. Even vrede op aarde. Pasen, ik paas deze fucking hand tegen jouw kop aan. Chantal Jansen. Chantal Jansen, ook zo tering hard doen. Ik heb Chantal Jansen echt zo hard in de kont gebuikt. Onii-chan. Nani koro watakata nai. Hirese baka. Arigatou gozaimasu. Kawaii desu. Stop. En negen. Nashi. Bami. Bami. Wat? Ja, was gratis. Wat? Oh. Toen ze nog op de wadden werkten. Hij kan niet rijden! Misschien kan die motor duwen. Huh? Oké, zo beter. Oh my! Ik heb nu een nieuwe auto gekocht, joh, moet je kijken dan. Show! Wat is dit? Heeft mijn moeder hier opgezeten ofzo? Jezus. Ja, ik weet niet. Van wie is deze rode bak, joh? Oh, dit gaat echt fout. Geen rectal meer doen in een... Bent u een dokter? Toevallig. Hallo, bent u dokter? Ja, ik ben een chirurg. Ja. Hoe dan? Ik ga niet aan mijn toetsenbord zitten, ik flik hier zo van. Ja, doe. Oh mijn god. Ik ben geprankt. Bij mij zit daar een gebouw waar je nu doorheen gaat vliegen. Op mijn beeld val je dood. Nee hoor, ik val helemaal niet dood. Ik ben naar rechts gegaan. Je bent doodgevallen op mijn beeld. Oké. Doei druif. Kom mee. Gekke turbo, man. Oh mijn god, jongen. Bijna. Hé hey, dikke, hé hey, kale. Oh, wat gebeurt er ze? Oh, die koek. Nee, je moet toch... Hey, kom eens even hier. Ik heb een cadeautje voor jou. Alsjeblieft. Oh my god, nee toch? Zou je het erg vinden als ik met een stijper op je ga liggen wat? Holy fuck. Maat! Ik heb er duidelijk in gezet dat ik ben gecrashed met mijn vliegtuig. Ja, sommige mensen zijn blijkbaar zo chronisch dat ze niet kunnen lezen. Are you looking? Dus ik had begrepen dat mijn collega hier al was geweest. Ja, klopt. Alleen hij kon geen vliegtuig aanpakken. Nee, klopt. Ik wel, dus...
stap ik het water in. Dan kunt u kijken of u kan opstijgen. Ik heb geen goede conditie, man. Je hebt geen goede sloffen. Ik was bij Anne Fleur, moet je echt sheeshen. Dat vindt ze echt leuk. Ja, nee, ik weet dat ze dat heel erg haat. Ben jij een gepensioneerde natie die zwemleraar is geworden ofzo? I like it. Als je snapt wat ik bedoel, ik laat de locatie zien als je snapt wat ik bedoel. Als je snapt wat ik bedoel. Als je snapt wat ik bedoel. Kijk ernaar uit om met jouw handel te doen. Je weet toch, het is gewoon leuk. Ik heb miljoenen op de bank staan zoals je weet. Het is gewoon eigen handel, eigen... Yes, ik heb het binnen. Voor mijn eigen veiligheid, als je snapt wat ik bedoel. Ik heb ook heel veel in mijn auto zitten. Dat kan je er alvast uitpakken, ik stap erop in. Oh, sorry maat. Voor je. Dank jullie wel. Ik heb het echt nog nooit zo druk gezien hier. Nee, maar ik hoor bij hun twee. Oh, hallo. Haha, kussengevecht. Wouter! Maar snap je wat ik bedoel? Donga is a violent tradition of fierce combat between young men who fight with 2 meter long sticks. The battle, while often being bloody, can even result in death in order to decorate their bodies with clay. The purpose of this is to draw attention and intimidate their adversary. Come on, boys. Pak hem, pak hem. Pak die guy. Ja. The strongest men from every village are carried to the battlefield on the shoulders of fellow villagers. Hey, come on, come on. Nice. Oh. Toch van de jungle. Ik vind het zo lekker. Geweldig. Ik ga echt een paniekaanval krijgen. Ik ben dood. Ik ben dood. Ik ben naar beneden. Oh mijn god. Wat doe je? Nou dan baat die boot. Ik weet het. What the fuck? Perkamenten shuffelen. Oké, Wim, geef je me nog even die beat. Oké, mensen, dat was het alweer voor deze video. Check Quinn zijn TikTok-account voor leuke hoogtepunten. Even zien, hè? Het is de man. Mijn video is morgen. Wil je ook bij zijn? Check dat ook. Like de video. Geef niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dat zou ik zeggen later. Yo!